Hallo en welkom mensen bij volgens mij de 38e aflevering van deze serie. Waarin we het beste Nederlandse team proberen samen te stellen in het spel FIFA Mobile. En zoals jullie daarnet zagen, ik heb mijn first owner Messi verkocht. Natuurlijk om Weghorst te kunnen betalen. En ik ging in deze video natuurlijk op Weghorst bieden. Want Huntelaar, hij zuigde een beetje in de spits. Hij was gewoon te slom. Totaal niet de speler die ik dacht dat hij zou zijn. Hij is niet echt lenig. Hij is niet snel. Zijn afmaak is ook best wel matig. Hij raakt niet vaak genoeg in zijn posities. En ik wou hem natuurlijk gaan vervangen deze aflevering. Dus we krijgen onze Team of the Season tickets door het spelen in het Team of the Season evenement. Waarin je dus versus afval wedstrijden moet winnen. Om natuurlijk die punten te krijgen. En hier claimen we ons Premier League pakket. En we claimen ook Yuri Tielemans. Dus dat is best wel nice. We gaan nog een pakket openen. Want ik kocht nog een paar punten of tokens met edelstenen. En we gingen meteen een wedstrijd spelen tegen Chelsea. De koppel van Rijkaard komt tegen de lat. En dan komt Huntelaar met een gestoorde omhaal uit het niets. Ik bedoel, dit is gewoon FIFA. Het slaat totaal nergens op. Je hebt Huntelaar, een speler met zo weinig lenigheid. En hij kan gewoon een omhaal maken. Ik bedoel, als dit spel ergens op slaat, dan slaat het gewoon nergens op om eerlijk te zijn. Maar hier komt Depay nog met de 3-0 tegen Chelsea. En dan winnen we de wedstrijd eigenlijk uiteindelijk met 4-0. En dan claimen we onze 110 of the season tickets. Dus ik had wat 1-1 gespeeld van de camera af natuurlijk. Om wat coins te verdienen, om natuurlijk te bieden op Weghorst. En toen kwam er deze shit. I'm finished. Let's go eat some spinach. Ik heb Weghorst. Hou je bek dicht, ik heb Weghorst. Ja man, buik maar neer. Ik heb Weghorst. Bij je Huntelaar. Weghorst. Shut the fuck up, ik heb Weghorst. Weghorst. 98 credit, bitch. Sorry mensen, ik heb verschillende mentale stoornissen. Nee, grapje. Nee, ik was echt heel blij toen ik Weghorst kreeg. En dat ik gewoon Huntelaar kon vervangen met Weghorst. Zo'n overpowered speler die goed kan koppen, goed kan schieten, in positie staat, hoog workrate heeft. 5-ster zwak been of 4-ster zwak been. Ziek afmaken, ziek dribbelen. Kan zijn bal afschermen omdat hij zo sterk is. Holy shit. Holy hell. Holy nee. Nee, gewoon veel Foden in een pack. Holy shit, 90 gereden. 106 snelheid, 103 schieten, 103 passen, 113 weinigheid. Yo. Hoe dan ook, Weghorst is zeer overpowered. Hij kan zo'n beetje alles van een spits zou moeten kunnen. Ja, hij is heel snel. Hij kan goed dribbelen. Is zeer sterk. Is goed in de lucht. Is ook lenig. Hij is gewoon de perfecte spits. En dit was ook zijn debuutgoal. Op zijn debuut natuurlijk tegen Leicester City. En 2-0 van Depay. Een echte bromance van Weghorst en Depay. Yo, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. And if you do, just have it in the GC. Press X, you fuck. Gewoon een afschuwelijke goal door Memphis Depay. Gewoon echt een rainbow flick en daarna een volley afmaken in de kruising. Gestoord. Maar Weghorst maakt het nog af en we winnen met 3 nog wat of zo. En we claimen natuurlijk onze dagelijkse dingen. En daarna zetten we onze spelers eigenlijk gewoon in een rang omhoog. Tim Krom naar rang 4 volgens mij. Of rang 3, ik weet niet meer. Maar we trainen nog de skill boost van Gakpo. Natuurlijk een zeer snelle linksmidden om te hebben. We claimen nog onze dagelijkse aids. En daarna komt Bruno Fernandes. Want hij neemt natuurlijk alle penalties bij Manchester United. Maar hij scoort de 1-0. Wij scoorden 1-1 met Weghorst, wie anders. We scoorden 2-1 met Rijkaard. We scoorden 3-1 met Van Dijk. We scoorden 4-1 met je boy. Je boy Wout Weghorst. Ja. Wout Weghorst, wat een beest. En we winnen deze wedstrijd met 4-1. Genadeloos tegen Manchester United. Maar we claimen nog wat Team of the Season tokens. En daarna krijgen we niks. We krijgen gewoon fucking skill boost. En ik wil mezelf ophangen. Nee, dat wil ik niet echt doen. Haal dan niet uit de context. Maar we claimen nog onze dagelijkse eet. En na onze dagelijkse aids geclaimd te hebben, krijgen we nog wat andere dagelijkse aids. En er komt heel veel dagelijkse aids in deze video.
Maar we spelen eigenlijk nog voor zaval. Ik had geen zin om het eigenlijk allemaal uit te knippen en zo. Dus ja, we claimen nog wat Team of the Season tokens. Of schijven tokens. En daaruit pakken we eigenlijk Patrick Bamford. En we gaan onze dagelijkse shit weer claimen. En we krijgen eigenlijk Nabil Fekir, Team of the Year versie. 86 rated elite natuurlijk, niet slecht, niet verkeerd. We krijgen eigenlijk Manchester City als volgende tegenstander. Weghorst, borstaanname, borstcontrole. Wat een beest. Wat een godverdomme beest. Eerst Weghorst natuurlijk. Oh man, wat een beest is City. En daarna gaat hij solo Messi. Nog steeds Messi. Wat een doping. Daarom koop je 89 rated speel voor 7,9 miljoen coins. En natuurlijk goed afgemaakt door Depay. En we winnen deze wedstrijd. Feilloos, gemakzuchtig. En we claimen nog een random Team of the Season van Saoedi-Arabië of zo. We claimen nog wat dagelijkse onzin. En na die dagelijkse onzin claimen we nog meer Team of the Season pakketten. Nog een Team of the Season pakket. We krijgen Gabriel Paulista. Van Brazilië natuurlijk. Centrale verdediger, 86 rated. Gabriel Paulista. Maar hoe dan ook, we claimen nog wat iconpunten. Want we gaan natuurlijk die dagelijkse, of nee, wekelijkse icon skill games doen. Waaruit je dus iconpunten kunt krijgen. En nu is de vraag, wie moeten we eigenlijk claimen? Gullit of Bergkamp? Ze zijn beide 89 rated. Bergkamp is een centraal aanvallende middenvelder. Gullit is een centrale middenvelder. En ze kosten beide evenveel. Nee. Dus we openen nog een pakket. We krijgen diezelfde gast die ik eerder eigenlijk had gepakt. Maar laat even in de comments weten wat je eigenlijk wil. Gullit of Bergkamp. Ik zou ze beide eigenlijk best wel fijn vinden. Dus hoe dan ook. We spelen deze wedstrijd tegen Real Betis. En we winnen deze wedstrijd gemakzuchtig met 4-0. We spelen nog wat versus aanval. We claimen nog onze dagelijkse BS. En uit die dagelijkse BS krijgen we dagelijkse BS. En dan... we claimen nog wat gewone skill boost, rangschijf. Je weet zelf. En we claimen nog wat. We zetten onze spelers om in rang. En Weghorst gaat naar rang 4. Van Dijk gaat naar rang 4. Memphis gaat ook naar rang 4. Oh man, deze video gaat eigenlijk veel te snel. En we claimen eigenlijk. We zetten Wijnaldum ook in rang 4. En ons team is 119 rated. Met 220 chemistry natuurlijk. En we claimen nog onze dagelijkse onzin. En we claimen ook nog een dagelijks Team of the Season pakket voor het aanmelden. We krijgen er geen ene ruk uit. En je krijgt natuurlijk Team of the Season tokens. Ja, Team of the Season tokens. Daarmee kun je dus... Holy shit. Holy hell, jongen. Oyarzabal. Oh, een speler. Holy hell. Dus ik pakte 94 Oyarzabal van Real Sociedad. En ik weet niet waarom ik de dingen zo uitspreek. Ik vind het gewoon heel cool om te doen. Maar we winnen deze wedstrijd eigenlijk in de La Liga Pas. We claimen nog een back-in pakket. Krijgen er alleen skill boosts uit, zoals gewoonlijk. Ja, we claimen nog wat dagelijkse aids, dagelijkse scores, dagelijkse diamanten, edelstenen. We winnen deze wedstrijd in versus aanval natuurlijk voor de dagelijkse missies die je moet doen. Voltooien om natuurlijk, wat was het ook alweer, om punten te krijgen en extra coins te krijgen. We spelen nog wat versus aanval. Krijg je nog een bonus algemeen en we hebben eindelijk 120 rated. Damn son, where'd you find this? 220 chemistry en dat is natuurlijk ziek. 120 rated team, ongelooflijk. Echt ongelooflijk als je eraan denkt dat we met een brons team zijn gestart en nu zijn we hier met een 120 rated team. Dus bedankt voor het kijken eigenlijk naar deze serie, want al 40 afleveringen bijna en het gaat heel goed met de serie. Dus ik ben er zeer trots op en ik ben blij dat jullie willen kijken, willen blijven kijken naar onze serie. Of naar mijn serie. Maar
We openen dit Team of the Season pakket, krijgen 100k munten uit, krijgen nog dagelijkse onzin. En dagelijkse onzin. Maar ja, we spelen een wedstrijd tegen Real Sociedad. En we komen 1-0 achter door een BS-doelpunt. We komen op gelijke hoogte door Depay met 2 doelpunten. We staan 2-1 voor. En dit was eigenlijk een gedreven schot. Misschien ga ik daar nog een tutorial op maken. Want ja, je kunt zeg maar een gedreven schot doen met sommige spelers. Als je zeg maar de schietknop 2 keer inhoudt. Dus als je een tutorial wilt op gedreven schoten, laat het me vooral weten in de comments. En ja, we winnen deze wedstrijd eigenlijk. En we claimen nog wat Team of the Season tokens. Claimen nog wat Premier League pakketten dingen. That is what you say. Oh, holy hell. What? Kramaric. Oh, Kramaric uit een Team of the Week pack. Zilver Team of the Week pack. Holy hell. Ja, eigenlijk had ik veel minder verwacht van dat pakket. Want ja, het was een zilver Team of the Week pack. Of een goud Team of the Week pack, ik weet niet meer, 70 plus. En daar krijg je gewoon 2 gouden uit en een 88 rated Kramaric. Holy hell, wat een pack, wat een speler. Hij ging volgens mij op de markt voor 150k, dus dat is wel mooi meegenomen op zich. En ja, we claimen nog wat munten, claimen nog wat dagelijkse dingen, sterpas dingen, sterscores. En ja, we claimen nog wat dagelijkse dingen. We claimen nog wat munten, wat natuurlijk altijd handig is om spelers te trainen. En ja, we claimen die munten op het Spaanse Team of the Season, La Liga Team of the Season pad. En daaruit claimen we natuurlijk munten. Dus we besluiten Rijkaard te trainen naar een 92 overall, 92 rated. Hij heeft natuurlijk zieke stats, allround middenvelder. Zeer goed. Ja, hij speelt gewoon zeer goed voor mij. Maar dit was het einde van deze video. Heb je ervan genoten? Vergeet natuurlijk niet te liken, subscriben. Doe wat je wilt. Tot de volgende keer. Ik zie jullie later, bazen. Tot de volgende keer. Peace.